Ja, maar we kunnen ook even inblijven die nederlaag accepteren. Hoe stond het? Nee, je moet kraamwoorden zoeken. Mijn kraamwoord lekt zo erg, Paul. Ja, maar ja. Oké, okay, als ze in de chat dan nu zeggen wat ze willen, een kraamwoord of wat Gregor is. 188 is het al. Een vis, Gregor, er is niks aan. Ja, maar ja, het is. Ja, oké, okay, dan kan je die stream kijken en haalt één van ons met een man op. Met 4 minuten of spawntrap of vis. Oké, dan gaan we kraamwoord, dan gaan we hackers tegen. Oh, sorry. Kraamwoord gaan we hackers tegen krijgen, is ook leuk. Het is gewoon niet spelen meer. Joep en Hel zegt, waarom negeer je die kinkjes niet? Ik negeer ze wel, Joep. Maar jij beseft niet dat ik onder mijn video's gisteren weer... hoe heet het ook weer? Als je gedost bent, nee niet gedost, maar dat je dus gedoxt bent en zo. Dat je al je gegevens online komen. Oh ja, ja. Ik heb gisteravond in mijn vrije tijd, om 12 uur, dat ik gewoon de serie wil kijken, heb ik iets van 47 berichten moeten verwijderen met waar het gedoxt wordt. Dus dat al mijn gegevens online staan. Alles, hè. Zelfs Wendy de gegevens, ook voor de werk en zo. Ja? Dat, ja, dat allemaal online staat. Mijn Facebook die gespamd wordt, mijn mobiele telefoon die gespamd wordt, wordt van alles gespamd. Op een gegeven moment negeren. Ik kan het niet negeren, want het bepaalt je complete sociale leven. Omdat ik gewoon alles wat ik op social media heb, of inclusief mijn mobiele telefoon, wordt gespamd door een paar motherfuckers. Nee. Dus het heeft niks te maken met willen negeren. Ik kan het niet negeren. Ik negeer het wel, maar ik bedoel, ja, ik word er continu mee geconfronteerd. Ik heb geen één keer gereageerd op een bedreigement of wat dan ook. Niks. In mijn hoofd wel, in mijn hoofd heb ik zo'n jochie al, American History X, of het al is er nou, ik hoop eigenlijk dat hij 20 is, heb ik hem al op de straat neergelegd, en heb ik een American History X style, heb ik hem gewoon eventjes zijn kaak in tweeën getrapt. Dat wel, in mijn hoofd. In mijn hoofd heb ik dat al een paar keer gedaan. Ik heb er nog geen keer op gereageerd, toen niet. Ik reageer helemaal niet op. Blok die gast op Facebook, klaar. Maar dan maken ze een nieuwe Facebook-account aan, en dan krijg je weer binnen, ja. Ik zeg gewoon, ik wil het negeren, maar ik kan het niet negeren, want ik word er continu... Ja. Dat is het probleem ook. Dat zeggen heel veel mensen. 20 ja, uur per dag mee geconfronteerd. Je moet er niet op reageren, bla bla bla. Ik reageer er ook niet op. Ik reageer er maar niet op. Maar ik word er continu mee geconfronteerd. Continu. En het begint steeds van mijn vrouw en kinderen. En ze beginnen ook gegevens laten zien dat ze echt weten waar Wendy werkt en zo. Ja, dan wordt het op een gegeven moment wel wat serieus natuurlijk. Ik heb wel een vrouw en kinderen te beschermen, zeg maar. Dat scheten mensen ook even. Die onschuldig zijn en niks meer te maken hebben. Ik kan zeggen, ja, zet je vrouw en kinderen niet op internet. Waarom niet? Wat ze doen is onschuldig op internet. Dat heeft niemand mee te maken. Dus Gordon mag ook niet op tv komen hier. Dat is dan zijn eigen schuld als je met de dood bedreigd wordt. Dan moet hij niet op tv komen. Ja. Ik ga hem ophalen. Serieus. Kijk, ik bestel nu al lekker dat het... Kijk, ik heb nou 7-0. 7-1. Maar ik heb 0-1. Ik heb specialist toch? 10-0. 11-0. Ja, maar dat is al. Groundwater is 10 miljoen keer beter. Vind. En één keer droogkloot speelt natuurlijk met de zessen. Spon naast me, 11-0 weg. Wow, what the fuck. Nee, geniffiet! Ik had 11-0, hè, gewoon, hè. Is nu al weg. Ik had ook 11-0, 10-0. Maar ik vind nu al Groundwater 100 keer beter. Dat is mijn mening. Tenminste, continu tegenstand voor je neus. Is veel leuker. Uh-oh, granaat! Holy fuck. Ik ga hard. Oh. Paul Sven zit in de chat. De nacht is hard. Een player is ook gewoon ook gaming YouTube, hè. Het komt allemaal uit de gaming scene, hè. Oh my god. Oh my god. Dat ga ik snel. Ik heb 14 streak. Oh. Holy shit, ik ging echt baas. Ik heb nog 34 kills al jij, joh. Maar eigenlijk moet je hem niet willen halen. Holy shit, jongens. Ja, jij gaat lekker. Ja, maar ja, hoezo wil ik hem niet halen? Nou, dat jij graag iets anders wilde spelen. Ja, maar krijg je hem gelijk weer, vis. Dat is kut voor. Maar nee, dat zou ik ook winnen. Fijn. Ik ga gelukkig ook wel goed. Kut. Ik sta tenminste positief. Ik ook. Ik denk al een vraag, wat vind je nou echt van Black Ops 3? Gaat dat worden? Dat zeggen dat staat en valt op of Ground War vet is. Dat is echt zo. Ground War is zo belangrijk. Black Ops 3 wordt echt niks. Nee, het wordt er niet zover. Het wordt niet nieuwe MW3 of zo. Dat niet. Maar het kan wel redelijk worden. Maar het ik heb me zo, tijdje beter zo lopen erg aan die specialist. Ja, het is echt heel erg. Moet echt heel erg generfd worden.
Maar het is geinig, maar niet voor een kop. Hey, ik ben ook eerlijk, ik heb later na mijn meningvideo een paar meningvideo's teruggekeken. En ik heb letterlijk de enige goede meningvideo gegeven. Echt waar? Ook echt, ja, vind ik wel. Ja. Nou, ik jij was er al vrij vroeg mee, dus ik jou kan je nog een excuus. Ik ga het nog beter kunnen doen. Nee, want je moet wel altijd een beetje sommige dingen op vlakte blijven. Van, ja, als dit, als dat, is een beta. Dus als ze dat aanpassen, kan het. Zo heb ik het ook gebracht. Zij brengen het uit. Oh man, de gast die niet tactical spelen, die moet ze ook in een bak zaalsvuur dompelen, echt waar. Dat je niet tactical speelt in 2016, bijna 16, dan ben je echt een retard, echt waar. Achtelijk tyfus knife. Tyfus goren, tyfus kinderen. Niet tactical button layout spelen, een randebiel. Ja. Tuurlijk, knife hij me, hij haalt me een streak, maar ik bedoel, hij staat niet voor niks 4-24. Misschien even nadenken, misschien eventjes tactical spelen. Jochie, nog je 3-16. Girl is het ook nog af en daar. Nee, maar nou. Girl, dat slaat helemaal nergens op, Paul. Dat weet je zelf ook. Nee, dat is echt een girl. Als je hebt 3-16, hè. Is een knife in het. Bij één keer was best voor geknifed. Hoe zie jij eigenlijk, Chris? Ik heb 90 streak, maar ik kom ze even niet tegen. Tenminste. Ik heb UV. Dat is altijd handig. Zal het dan terug lukken? Linksvis. Boven, ik ga naar boven klikken. Linksvis, zeg. Nee! Hoe ga ik dood dan? Door droogkloot. Hij scuft. Op 20 streak. Oh. Droogkloot, hij scuft echt helemaal. Het gaat helemaal nergens over hoe hij scuft. Ik dacht verder mijn sensitivity zo. Ik heb echt een hele leuke. Mijn gevoel zit hij veel te laag. Ja. Twee assisten voor niks. Droogkloot killed me, dat gaat helemaal nergens over die gast. Je speelt met Assassin, hè? Met Sitrep. Kut! Ik zat vast tussen de. Dat vind ik ook zo kut bij kop dat je vast kan komen te zitten tussen de deurpost. Marty Aids. Ik kom ze even elke keer niet tegen, ik loop met de tering. Bij mij kan jij het heel goed zien dat ik in tactical speel, want ik drop ze het echt voor niks. Ja, jij drop ze het overdreven. Nou, gun game. Jij gaat met je ballista bij gun game nog drop ze. Nou, met de ballista ben ik niet vanuit, met DSS veel kutter. Ik hoor ze komt gewoon instelling van dat je niet zo met iemand met Assassin, hè. Kut. Ze moeten gewoon doen dat je met je sticky altijd gewoon tyfus goren, bloed goren, tyfus goren, aids, tyfus goren, Facebook havende kutkindjes. God te leren zeg. Ik had zo snel toch mijn kills, hè. 23-8 start. Maar ik ben eerlijk, en het is een streaming ook al. Ground War for life. Snap je, dat vind je nog altijd gewoon regular gaan spelen. Net te klagen, we hebben net echt gewoon een half uur lang niks gedaan eigenlijk. We gaan één potje nu Ground War. De eerste ging je uit dat het leek met de ergste map ever, Terminal. Maar daarna, nu gewoon normale map, het is gewoon speelbaar. Gewoon leuk, actie continu. Oh, en heb je droogkloot die geen tactical speelt en Assassin heeft. Die had liever gehad dat hij Gear speelt, want dat kwam protectie. Uh-oh. Er wordt gevraagd in de comments, Paul. Ja? Kun je aan Paul vragen waarom hij Moab met de Magnum Akimbo fake was? Daarom. Bij hem? Ja. We call it Dutch, dat zeg ik? Een spoor, ja, ik weet niet. Ik weet niet, er was vandaag een discussie over. Ik zei, Jan, ik weet niet waar het over gaat. Ik ben als jullie ben niet in de tryharder MW3 scene, zit ik niet meer echt meer in. Het interesseert me eigenlijk, als ik heel ben, ook heel weinig. Maar ik vind, als iemand een gameplay fake vindt, dan is hij vaak ook gewoon fake. Heel hard is dat, maar... Kijk, als een Magnum bom ophalen, is gewoon heel erg moeilijk. Als de tegenstanders dan naar je zwaaien en je WhatsAppjes sturen tijdens het spelen, dat is wel een link, dat is wel apart, snap je? Ja, ik weet wat je bedoelt. Als dat zo gewoon op je schieten, wat ook kan, hè? Je kan gewoon schieten op iemand. Ik heb weer een specialist, maar ja... Maar ik weet niet welk gameplay het gaat, dus ik weet niet wat over.
Wat ik wel weet is dat er gewoon in omloop, en met name in helaas weer Nederland, heel veel fake gameplays rondgaan. Vis en ik hebben een paar opstukken gekregen, toen ik fake gameplays vind ik jou eens zien, Vis, van die ene gast, de Ghost, die was heel extreem. Weet je dat, Vis? Ja, inderdaad. En die gast gaf er dat toe ook daarna. Dus ja, toen ik het zei pas. Kom op. Om bij Amos kan het wel een beetje terug. Heel weinig tijd, want we hebben twee vlaggen en het is 188. Ja, ik heb nou 9. Nou, succes, Vis, dat net je niet. Nog 10 tellen. Tenminste 10 punten. En ik ben weer gepanikt naar de droogkloot. 12. Wow, wow. 94. 13. 14. 15. 95. 16. 96. 17. 97. 18. 98. 19. 98. 20. 21. 29. Holy motherfucker. Alweer. Holy fucker. Holy fucker. Holy motherfucker. 54-6, Chris. Dit gaat lekker. Maar ja, ik zeg al, is het dan goed voor Vis dat het gebeurt? Of is het gewoon dat de King aan 17 die gewoon altijd gelijk heeft? Holy motherfucker. Vis, ligt het aan jouw spel of ligt het ook aan Groundwall? Eerder kan wel. Holy fucker, dat hoor je me tellen. Dat ging echt supersnel, hè? Ja, maar, ja, oké, maar het supersnel. Waar ligt het aan Groundwall of aan jou?